Vandaag, 22 november, zijn de landelijke verkiezingen in Nederland. Wij zijn vandaag in Vlaardingen en we gaan langs verschillende stemlocaties. U gaat stemmen, waarom? Waarom? Ja, je wordt verplicht om te stemmen. Ik heb gestemd omdat ik opgegroeid ben dat het een plicht is om te stemmen. En daarbuiten denk ik dat we daar ook heel blij moeten zijn dat we dat recht hebben. Omdat er op de wereld miljoenen mensen zijn die niet kunnen stemmen. We leven in een land waar het mag. Dus vandaar. Ik stem mijn hele leven al. Ook van huis uit meegekregen. Belangrijk om te gaan stemmen. Omdat ik het heel belangrijk vind voor Nederland. En zeker nu. Ja, belangrijk voor Nederland, ja. Nou, ik vind het heel belangrijk. Want er zijn zoveel dingen. En dan denk ik bij mij, ja, als ik niet ga stemmen, heb je ook niks te zeggen. Dus als je iets in Nederland te vertellen hebt, dan is het via je stem. Omdat ik het nodig vind. Ik ben het helemaal niet eens met de afgelopen 10 jaar, zal ik maar zeggen. Ik heb nu gestemd voor de jeugd, dus voor de toekomst van de jeugd. Dus een stem uit uw hart of strategisch? Meer uit mijn hart. Ja, en gedeeltelijk strategisch. Ik heb gestemd uit mijn hart. En ik heb uiteraard ook wel eens strategisch gestemd, maar dit jaar niet. Uit mijn hart, het is eigenlijk een partij die ik altijd stem, maar het is nu ook wel een beetje strategisch geworden. Het is nu dubbel. Ja, het is een beetje dubbel. Ik denk dat het strategisch is. Uit mijn hart. Nee, uit mijn hart. Ja, ja. Nou, ik heb uit mijn hart gestemd. Nee, stem uit hart. Het is een principe stem. Ik had het er een beetje moeilijk mee. Eerst met het hart. Want er zijn een heleboel kleine partijtjes waar ik het ook wel mee eens ben. Maar ik heb nu toch strategisch gestemd.